liefdesleven kun je echt bijvoorbeeld tig mannen of tig vrouwen tegenkomen die jou steeds raken op dat emotionele patroon dat je vanaf jongs af aan hebt ontwikkeld binnen het gezin waarin je bent opgegroeid of binnen het systeem waarin je bent opgegroeid, want misschien was er geen gezin. Zodra je daar doorheen kan breken, zodra je kunt breken door die woede, door het verdriet kan breken wat je zo lang al bij je draagt, ontstaan er liefdevolle momenten gebaseerd op wat jij werkelijk voelt, in plaats van dat het gebaseerd is op de pijn die je bij je draagt. Ik wil dat elk moment dat je meemaakt, dat een moment is waar je vrede mee hebt. Waar je enerzijds van kan genieten en als het iets verdrietigs is, dat je dat verdriet kunt toelaten en gewoon kunt laten zijn. Ik wil dat mensen kunnen zijn wie ze zijn en daarin hun vrijheid voelen om te kunnen doen wat ze willen doen en hiermee een steentje bijdragen aan het grotere geheel.